Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gasten zijn Bertrand van der Bogert en Arco Hoekman. Welkom. Dank je wel. Dank u. Wat leuk. Bertrand van het Streekmuseum en Arco, poosje terug nog een vrij onbekende eilander en nu wereldberoemd op Goeree-Overflakkee. Schateiland. Die term viel net. Bertrand, ik begrijp dat je al eerder in het programma was. Ja, dat klopt. En er is nu wel iets heel bijzonders aan de hand. Ja, we zijn als streekmuseum zijn we benaderd door Arco Hoekman. Want hij heeft, heeft iets gevonden. En vanaf vandaag kunnen we zeggen van Goeree-Overflakkee, Schateiland. Schateiland. Het klinkt ontzettend romantisch en leuk. Arco, vertel. Ja. Ik heb afgelopen zomer, het was mijn allereerste vakantiedag, heb ik met de metaaldetector op een landje gelopen waar ik één keer eerder had gelopen. En daar vond ik dus een muntschat die vrij bijzonder is, ook qua omvang. De flinke ik muntschat. Hier, ja. Dus ja, heel mooi. Ja. Om mee te maken. Nooit gedacht dat ik het mee zou maken. Nee. Wel erover gedroomd natuurlijk, want als je met een metaaldetector loopt, dan droom je daarover. Maar eigenlijk weet je dat die droom nooit uit kan komen, maar je ziet het, ik kom toch uit. Het is ongelooflijk. Ja. En jij liep met een metaaldetector. Je vertelt dat alsof je zegt, ik was op het fietspad en ik trapte het is, hard. Een hobby van me die ik best wel vaak uitoefen. Ja. En ook jaren niet gedaan. Ik ben er eigenlijk als kind mee in contact gekomen met de hobby. Toen heb ik het een paar jaar gedaan. En je krijgt op een duur andere interesses, zeg maar. Ja. En je krijgt je eigen huisje. Die gaat verbouwen. Ja, dan komt het even niet tot zoeken met een metaaldetector. En eigenlijk tot 2 jaar geleden niet echt meer gedaan. En 2 jaar geleden weer opgepakt. Ja. En afgelopen zomer had ik eigenlijk de jackpot. Het is niet te geloven. Wat is het? Het is een muntschat van zilveren munten. Ja. Uit de middeleeuwen afkomstig. De middeleeuwen. Dus muntjes van tussen 1300 en 1500. 1300? Ja, dus echt het begin, het ontstaan van het eiland. Voordat alle kerken hier waren. Ja, een beetje het ontstaan van de... Ja. Ja. Dus dat is ook heel bijzonder natuurlijk om dat dan hier te vinden. Sowieso in deze regio wordt het niet echt geacht dat dit gevonden wordt. Nee, nee. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Zo. Ja, dit is ongelooflijk. Ja, ik had ook gelijk zoiets van met deze fonds zet ik Dirksland op de kaart. Want ik ben een echte Dirkslander, dus daar ben ik een beetje trots op. Hij is rond Dirksland gevonden. En je gaat niet vertellen waar. Dat houden we nog heel even geheim. Zou zeg ook maar doen. Ook totdat het onderzoek helemaal afgerond is, dan willen we misschien wel wat meer ermee naar buiten treden. Okay. Maar ik vind het ook zeker mooi voor het eiland, zeg maar voor Goeree-Overflakkee, dat die hierop mee kan liften. Ja. En zeker ook het streekmuseum. Want jij wist ook niet wat je zag. Nee, weet je. We hebben natuurlijk diverse schatten op het eiland, Romeinse schatten. Vooral mensen. Ook, lieve schatten. Ja. andere opgravingen hebben we gehad. We hebben natuurlijk in het Streekmuseum hele mooie schatten. Ja. En ja, dit is natuurlijk... Ja, hier droom je zeg maar van, ook als museum, als je opeens dit mag gaan tentoonstellen. Dat gaan jullie doen? Ja, maar het is een hele grote schat. Ja. En het Streekmuseum... Wij zijn geen Rijksmuseum qua veiligheid en dergelijk. Dus wij gaan niet de echte schat laten zien. Oh. Een kopie. Oh. Puur veiligheidsoverheden. Ja. Ja. Oh. Wel echte losse munten. Maar dit is wel de echte. Ja. Dit is de echte. Oei. Goed dat niet live is. Ja. En die munten, ik zie hele groene. Ja, en ik zie hele mooie zilverachtige, of is het echt zilver? Ja, het is echt zilver, zeg maar. Maar de groene muntjes die zijn groen geworden in de loop van de tijd. Omdat zeg maar door het zilver een klein gehalte koper zit. Hmm. En koper slaat groen uit als dat vochtig wordt. Ja. Dus ja, als je nagaat dat de muntjes zeg maar 500 jaar oud zijn,
Dan zijn ze goed groen en ze zitten ook soms echt, echt aan elkaar vast. Kijk. Dus dat is nog een hele uitdaging, zeg maar, om die mooi los te krijgen. En die krijg je wel los? Ja, met de juiste technieken, zeg maar. Dan, ja? Je moet ze echt, zeg maar, heel lang laten weken in een oplossing. Een lichte zuurvariant is dat. Oké. Okay. En ja, daar moet je echt engelengeduld voor hebben. Voordat dat echt los raakt en schoon wordt. Ja. En dan weet je wat daaronder zit. Dan uiteindelijk dan komt, zeg maar, dit muntje tevoorschijn. En voor sommige muntjes moet je echt, zeg maar... Eentje kijken, eentje. Ja hoor, ik zal even mooi uitzoeken. Ja? Kijk. In sommige muntjes moet je echt, zeg maar, drie keer hetzelfde reinigingsproces laten ondervinden. Kan dat op de camera, of niet? Dat is wel moeilijk, hè? Ik zie een hele mooie tekening erin. Ja. En dat werd erin gestempeld? Ja, dit was gewoon een zilver plaatje, zeg maar. Ze noemen dit hammered coins. Ja. Het is afkomstig uit Engeland, zeg maar, de techniek. Hamermunten. En dit werd gewoon met de hand gehamerd, met een stempel. En zijn ook eigenlijk de meest geliefde muntjes om te verzamelen. Ja, ja. En er werd gewoon mee betaald? Ja, dit is gewoon een betaalmiddel, dat in die tijd heel veel gebruikt werd. Je kan het ook wel aan de muntjes zien dat het gecirculeerd heeft. Behoorlijk Ja, sommige zijn goed sleets. Ja. Maar dat komt ook omdat de muntjes heel lang gebruikt werden. Tegenwoordig heb je, zeg maar, een muntsoort die blijft vernieuwen. En die tijd deed het soort muntje niet zozeer ertoe, maar wel, zeg maar, het zilvergehalte en gewicht. Dat had de enige waarde. Okay. Zeg maar. Dus sommige muntjes werden zelfs 200 jaar lang gebruikt. 200 jaar? Ja, en dan puur omdat het zilver gewoon de waarde had. Dus niet zozeer het plaatje dat erop stond. En er stond ook geen heerser op, geen koning of koningin? Ja, op sommige muntjes wel, hoor, maar dan moet je echt kenner zijn van het lezen van randschrift. Je hebt sommige zo muntjes... Zo dun, zit er nog een randschrift op? Ja, je hebt sommige muntjes, zeg maar, daar staat bijvoorbeeld Carolus op. Ja. En dat is Karel. Ja? Ja, maar we hebben een heleboel Karels als heerser gehad in Nederland. Dus dat is uitzoeken of dat het Karel de Vijfde was. Of Karel de Stoute. Ja, ik wou zeggen. Die had je voor de Vijfde, zeg maar. Dus, maar ja, daar komen echte kenners bij kijken om dat uit te zoeken. En die echte kenner, die hebben jullie ingeschakeld? We hebben een werkgroep samengesteld van kenners. Waaronder ook iemand van het streekarchief die een heleboel uitzoekt. Er zit ook iemand van de gemeente bij. Ja, Bertrand vanzelfsprekend namens het streekmuseum. Ja. En natuurlijk de motten. Hè, die ja, de uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, die hebben we ook erbij betrokken. En ook een numismaat, zeg maar. Daar heb ik zelf persoonlijk contact mee. Dat is een van de beste numismaten uit Nederland. En die zit in? Die woont overal. Ja, die woont vlakbij Utrecht. Dus dat is echt via internet benader ik die man. Ja. Ik heb hem wel al uitgenodigd om een keer langs te komen, want hij is heel nieuwsgierig naar de muntschat. Ja. En hij helpt ook echt wel heel erg met het determineren van de muntjes. Dus echt uitzoeken wat voor muntje dat het is en wat voor jaartal. Ja. Ja. En daarnaast hebben we ook nog een instelling ingeschakeld. Dat is het PAN. En die doen PAN, dat is Portable Antiquities of the Netherlands. Okay. En die doen eigenlijk alle munten documenteren. En die gaan allemaal in een archief. Ze doen ieder muntje fotograferen en uitzoeken wat voor muntje dat het is. Dus daar gaat nog wel even overheen voordat alles uitgezocht is. En voor jou ging een wereld open. Ja. Ja. Ja, dat heeft me wel, wat de fonds betreft, wel een paar nachtjes nachtrust gekost. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, dan slaap je niet echt lekker, zeg maar. Dan ga je over van alles nadenken van hoe moet ik dit aanpakken, want dan gaat natuurlijk een nieuwe wereld voor je open. En je kan niet zeggen, ik ga ermee naar huis. Ik zeg het nog even stiekem tegen Bertrand. En verder stop ik hem weg en ik ga hem helemaal zelf houden. Nee. Nee, ja, ik was zelf wel zo bij mijn positieve dat ik zoiets had van... ik weet dat het bij wet beschreven is dat je het moet delen met de landeigenaar. En ja, zoiets kan je niet houden. Ik kan dit, zeg maar, niet in mijn huiskamer tentoonstellen. Dat het risico is te groot. En het gaat natuurlijk borrelen van binnen. Want zo'n schat, want het is een van de grootste schatten van Nederland... Echt, deze periode? Ja, deze periode is het waarschijnlijk. En we weten bijna 100% zeker dat het de grootste van Nederland is. Dus dat is ook wel mooi natuurlijk dat dat dan hier precies gevonden wordt. En dat wordt. Komt hier in het Streekmuseum. Ja. Geweldig. En gaan jullie er nog iets speciaals mee doen?
Ja, vanaf 6 april is er een tentoonstelling in het Streekmuseum, waar de bezoekers dus het verhaal kunnen lezen, de schat kunnen zien. En een replica natuurlijk, dus niet echt schat. Ja, dat zei je, ja. Mag je nog wel een keer zeggen. En dat is, ja. Dat is fase 1, ja, dat kunnen we niet vaak genoeg nee, zeggen. Nee, een replica, mensen, een replica, ja. En, dus dat is fase 1. Vervolgens willen we subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland, ja. om de schat wat meer exposure te geven. En we ook meer landelijke bekendheid, een mooi film erbij, eventueel een boek, noem maar op. Dus we hebben deze week bespreken we een offerte met de presentatie wat er allemaal voor de komende jaren allemaal gedaan mee kan worden. Want hier kan je natuurlijk heel veel mee doen. Ook het verhaal van, hey, wat zit erachter? Want hoe komt nou deze schat in de grond bij Dirksland? Weet je, het is, bij goede reden had je het eerder verwacht. Nou, niet zozeer bij Dirksland. Nee. En er zijn wat theorieën over. Dat is ook wel leuk, zeg maar, want dan, je kan losgaan met fantaseren. Ja. Dus hoe komt nou zo'n schat in de grond? Ja, ik denk dan 80-jarige oorlog. We hebben eigenlijk 5 verhalen. Het gaat altijd om de jongste munt. Dus de jongste munt is naar schatting net voor 1500. En dan moeten we kijken in de geschiedenis. Wat heb je allemaal in deze regio rond 1500? Ja. Nou, je had het einde van de Hoeks- en Kabeljauwse twisten. Je had, maar dat is meer gekscherend, een piraat Rooie Klaas. Daar waar de Rooklaaspolder bij goede reden naar vernoemd is. Je begint natuurlijk in die periode met de 80-jarige oorlog vanaf 1566. Ja. Het kan zijn dat het een burger is die daar, of een boer, die de schat verstopt heeft in de grond. Ja. Maar het is wel een grote schat. Ja. Dus, en het kan ook nog te maken hebben met de watersnoodrampen die er zijn geweest. Ja, rond Elisabethvloed, wanneer was die? Die was 1421. Ja, die was maar eerder. Maar Goede Overlijke is geteisterd door diverse vloeden. Ja. Dus er zijn 5 theorieën en die gaan we verder uitzoeken. Wat ontzettend leuk. En wat ook bijzonder is, ze hebben min of meer uitgezocht wat dat schat ongeveer waard is in die tijd. Dat weten we nog niet precies, maar eigenlijk kon het niet gespaard worden door een normale burger. Dus dan kom je al gauw bij grotere partijen uit, zeg maar, die dit in handen kon hebben. En dat maakt het extra leuk om het uit te zoeken van welke partij heeft nou dit verstopt? Ja. Het was bij Dirksland. Ja. Dirksland had hoeveel inwoners toen? Heel weinig. Ja. Dirksland werd net opgericht. Ja. Precies. Want Dirksland is van oorsprong uit 1412. Toen kwam de Ringdijk om Dirksland, toen werd het officieel een dorp. Ja. Dus ja, dit is nog geen 100 jaar later gevonden. Dus het was echt, zeg maar, het eerste ontstaan van een dorp. Dus dat is, het kan een vraagteken. Reiziger geweest zijn. Ja, maar die had dan wel heel veel geld op zak, zeg maar. Ja, een het weegt ook 7 kilo, dus het is natuurlijk niet iets wat je... Weet je, zal ik eens wat vertellen? Ik weet niet of dat op televisie mag, maar doe ik lekker toch. Mijn man, zijn moeder, die heette Nederveen. De stamboom van de familie Nederveen is uitgezocht. Blijkt dus dat in Jan van Nederveen, hou je vast, in 1553... heer van Dirksland was. Zo. Zo die zit toch maar even op televisie. Ja. Hè? Oh, En die was dus getrouwd met de vrouwen van Voorne. Mm-hmm. En vandaar dus heer van Dirksland. Of die er ooit geweest is, anders zou het nog van hem hebben kunnen wezen. Misschien wel. Hè? Dus ga daar ook maar eens naar zoeken. Nee hoor, ik vind het fascinerend. Ja, en dan geef ik ook aan hoe belangrijk het is dat we precies weten wat dat de jongste munt is. Ja. Zeg maar datering. En ja, dat vind ik ook dat geeft heel zeg maar de beste theorie aan welke plaats heb gevonden. Jij zegt nu de jongste munt. Ja. Stel, er zit een dubbeltje uit 1925 bij. Ja, dan stamt de schat uit 1925. Ja. Die verdonkere manen we. Dan is het waarschijnlijk van een verzamelaar geweest die in 1925 geleefd heeft. Ai. Want dat muntje dat geeft echt de verstopdatum aan van de muntschat. Maar dan zou dat dus de waarde bepalen? Nee.
Dat nee, niet. De waarde van het muntje op zich, dat blijft, zeg maar. Want of dat muntje in 1925 is gevonden, ja, of in 2019, ja, dat maakt, nee, een verzamelaar in principe niet uit. Nee, maar je kunt, nee, dan meer gaan achterhalen wanneer die daar begraven is. Begraven, ja, is. Ja. 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 Maar nu is, het, nou ja, nu is het jongste muntje eventjes voor 1500. En ja, dat komt ook overeen met de pot die, ja, gerestaureerd is door de motten. Ja. Je ziet ook nog waar de munten hebben gezeten, zeg maar, want daar zat de klont in. En dat die gebruikt is. Ja. Is dat, die zijn, hij is ook gebruikt, nu zwart. Ja. Oké. Okay. En, en dit is een pot ook uit de 15e eeuw. Dus het klopt allemaal. Ja, gedateerd, ik ga ervan glimmen. Gedateerd tussen 1480, ja, en 1525. Dus. Ongelooflijk. Ja. En dat weten we ook omdat bij Herkingen zelf een soort pot is gevonden. Ja. Maar ja, dan zonder schat. Ja, ja. En ja, het was een kookpot, neem ik, ja, aan. Ja, ja. En er zit dan ineens zo'n vroeger had je in. Vroeger had je geen banken, dus mocht je geld sparen of geld kwijt moeten, dan verstopte je het onder de grond. Ik dacht in sokken. Maar ja, maar toen deze, in kookpotten. Ja. Ja. En dan niet de nieuwe pot, want dat is natuurlijk zonde. Dus, ja, je deed altijd, voor zulke soort zaken, gebruikte je een afgedankte pot. Dus die was al kapot, want dat zie je ook hier, er is een voetje af. Daarna is die tonnen wel gebruikt, omdat het ook zwart geblakerd is als kookpot. Ja. Maar ergens is die, nou ja, het was een oude pot. En, die werd gebruikt, ja, zeg maar, om het geld weg te stoppen, ja, ja. En hoeveel munten hebben we in totaal? We hebben naar schatting rond de 3000 munten. Rond de 3000, ja, munten. Want ik heb bovenop in de pot losse muntjes gevonden. Die zaten al los. Die heb ik geteld. En dat zijn ongeveer 700 munten. En ze zijn gewogen. En dan aan de hand van het gewicht van de klomp kunnen we concluderen dat het ongeveer rond de 3000 munten zou moeten zitten. Ja. Je wordt toch helemaal dol? Als, ja, je zoiets. Hoe heb je die mee naar huis genomen? Wat? Ik heb hem in een rugzakje gehad. Hij had nog een paar weken in een rugzakje mee rondgelopen. Want ja, je moet natuurlijk naar allerlei instanties. Ik ben, ja, naar de gemeente geweest. Ja. Bij de gemeente werd ik doorgewezen naar het streekarchief. Wat zeiden ze bij de gemeente? Bij de gemeente wisten ze eigenlijk niet echt wat ze mee aan moesten. Hmm. Ze stuurden me eigenlijk in eerste instantie naar de gevonden voorwerpenloket. Dus daar stond ik niet goed. Toen werd ik eigenlijk doorverwezen naar streekarchief. En het was precies in de bouwvakvakantie dat ik het gevonden had. Dus er zaten één of twee man, waaronder Jan Bot van het streekarchief. Okay. En hij dacht van, ja, daar komt iemand met een paar muntjes. Dat is niet interessant. Dus hij zei van, laat maar komen. En ik ben daar naartoe gegaan. En wat had ik zeggen, een rugzak vol munten. En zijn mond viel open. En zijn collega heeft volgens mij een uur lang niks gezegd. Die heeft alleen maar zitten glunderen naast, ja, me. Ja. Dus ja, zij zien natuurlijk ook wel gelijk dat het wel voor hier op het eiland heel bijzonder is. Ja, dus voor een Nederland bijzonder. Voor Nederland, ja, ja. Dus ja, het was iets meer dan een paar muntjes. Het is ongelooflijk. Nog een keer, wat is jouw, want we gaan langzaam afronden, maar jouw fascinatie, waar, ja, komt dat vandaan? Ik kom van oorsprong bij mijn vader vandaan. Yeah. Mijn vader en moeder die hebben vroeger in de Oostdijk gewoond, bij, yeah, een goede reden. Yeah. En daar is in de jaren 70 een Romeinse nederzetting gevonden. En in die tijd heeft mijn vader eigenlijk een detector gekocht. En heeft daar ook wel mee rondgelopen daar, niet echt heel fanatiek. En gauw verdween die detector naar zolder. Yeah. En ik heb eigenlijk jaren later heb ik die detector gekregen. Dus ik had al veel interesse in geschiedenis, want dat moet je natuurlijk wel een beetje, ja, hebben. Ja. En toen heb ik eigenlijk de detector van mijn vader gekregen en zo ben ik eigenlijk op pad gegaan en in de hobby gerold. En wat was je eerste bijzondere vondst? Weet je dat nog? Ja, dan moet ik goed nadenken. Dat is al 25 jaar geleden. Ik heb een mooie rekenpenning gevonden. Ja, ik heb zoveel mooie dingen. Wat liggen. Ja, ik heb zoveel mooie dingetjes. Eén dingetje nog zien, wel heel bijzonder. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een goudgulden uit 1450, die ik heel bijzonder vind. Uit 1450? Ja, maar je hebt ook een hoop gebruiksvoorwerpjes. Dat je iets vindt. Nou, dat is toch. Nee, geweldig. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een stukje speelgoed. Dat is een looie paardje. Dat komt ook op camera, hè? En een soldaatje. Dat vind ik bijna leuker om te vinden dan muntjes. Want, ja, ik vind zoveel muntjes in principe die een Frans soldaat, zo te, ja, zien.
Dus dat komt uit de Franse tijd, ja, neem ik aan. Klopt. Of daarna. Rond 1800, denk ik. Is fantastisch. Ja. Maar ook... Hij zit zelfs een beetje als Napoleon. Een bikkeltje bijvoorbeeld. Oh, nee, een heleboel mensen weten niet wat dat een bikkel is. Dat is een oud spelletje wat men vroeger deed. Ja. Bikkelen. Dus ja, die vind ik ook regelmatig. En wat dat ik zeg, vind ik eigenlijk leuker om te vinden als een muntje. Omdat ik zoveel muntjes vind... Ja. Een heleboel muntjes. Dit is dan natuurlijk wel al de overtreffende trap. Maar het is fantastisch. Ja. Het is echt fantastisch. Dank je wel. Ja. En jij gaat hele goede sier maken met dit. Hè? Als streekmuseum. Ja, natuurlijk. Als streekmuseum. En van wanneer is dat ook weer dat die schat te zien is? 6 april is de presentatie. Ja. En vanaf de dinsdag daarna... 9 april of zo, bij mijn hoofd, dan is de schat te zien, de replica, met een paar echte munten. De replica. In het Streekmuseum van Goeree-Overflakkee in de Kerkstraat van Sommersdijk. Ja. Dank jullie wel. En komen jullie nog een keer vertellen hoe het verder gaat? Is gegaan? Ja, dat graag. En dan wens ik jullie heel veel plezier, heel veel succes. Dank je wel. Dit was De Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo op Ziggo kanaal 36 en KPN 1371. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakkee.nl. Tot volgende week.